Hallo, mensen die een godservaring hebben gehad, en misschien heb jij die ook wel gehad in jouw leven, die ervaren vaak na verloop van tijd en soms wel heel snel een diepe heimwee naar God. Je verlangt zo omdat die ervaring die je hebt beleefd, of het nu gaat om een bijna doodervaring of een spontane eenheidservaring, of je hebt misschien een hele bijzondere intense bekeringservaring gehad waarin je wekenlang hebt geleefd in de wolken. Of jij hebt ervaren dat je als kind zo dicht bij God leefde. En het was zo gewoon en je bent dat gewoon kwijtgeraakt. En dan kan er een heel diep, intens verlangen naar God ontstaan. Die groter is dan mensen die eigenlijk die ervaring niet hebben gehad. Want die kunnen wel naar God verlangen, maar die weten eigenlijk niet waar ze naar verlangen. En jij hebt een bepaalde ervaring gehad, een bijzondere ervaring. En en dat kan eigenlijk het verlangen, die heimwee, naar God nog dieper intensiveren. Omdat je iets geproefd hebt van het hemelse. Je hebt iets geproefd van van dat paradijselijke liefde, die overweldigende liefde van God. En die ervaring, die godservaring, die ontstaat vaak, die wordt je geschonken, vaak in een hele moeilijke situatie in je leven. Veel mensen die een godservaring hebben gehad of een bijna doodervaring, dat is veelal ontstaan in een crisissituatie. Waarin de nood het hoogst is, dan krijg je van God een geschenk. En dat is niet zomaar een geschenk, maar dat heb je ook nodig om te kunnen overleven. Want vaak is het leven helemaal niet makkelijk. Ook na een bijna doodervaring hoeft het leven helemaal niet makkelijk te zijn. Je hoeft ook... Sommige mensen zijn wel eens jaloers op mensen die een hele bijzondere godservaring hebben gehad. Maar het is maar de vraag of je er echt jaloers op moet zijn. En misschien herken je dat wel bij jou. Natuurlijk, het is een fantastische ervaring. Maar soms lijkt het alsof het leven daarna nog alleen maar moeilijker wordt. Omdat je het verschil steeds dieper gaat ervaren. Je kunt steeds minder goed tegen het onrecht, de duisternis. We leven in een harde wereld. We leven in een rotwereld. Waarin dingen niet gaan zoals het zou moeten. En omdat je dat goddelijke, pure, zuivere liefde hebt ervaren, wordt het nog moeilijker om die aardse narigheid een plek te geven. En misschien herken je dat in dit verhaal. Zelf heb ik ook op een bepaalde manier diverse godservaringen gehad in mijn leven. Ik heb het helemaal geopend gezien. Ik heb intens de liefde van God ervaren. En dan kun je daar zo intens naar verlangen. En ik heb ook een periode in mijn leven gekend dat ik verlangde naar God op zo'n diepe manier dat het gewoon pijn deed. En dat herken ik ook bij mensen die bij mij wel eens in de praktijk komen en die een godservaring hebben gehad. En zeggen dat ik verlang zo naar God en ik leef in zo'n rot wereld, in een rot lijf. Mijn levenssituatie is zo naar dat het bijna niet meer te handelen valt. En ik heb goed nieuws voor jou. Want ik geloof dat je ook hier, vandaag de dag, God kunt ervaren opnieuw. Dat die heimwee in jou een stuk minder kan worden. Natuurlijk, hier op aarde kun je niet die hemelse ervaring beleven die jij hebt gehad in die godservaring. Maar dat is ook niet de bedoeling. En het hoeft ook niet per se, want dat geeft jou gewoon een verlangen om terug te keren naar God. En dat is op zich een gezond verlangen, want dat is gewoon een hele mooie belofte dat je weet, het wordt alleen maar beter. Maar we leven hier op aarde, en dat is ook de bedoeling, want God wil jou nog niet thuis hebben. God wil jou nog niet in die hemel hebben, omdat wij hier op aarde nog een leerproces moeten doorgaan. En dat is ook de bedoeling. God wil ons vormen. God wil dat we leren het hemelse met het aardse te verbinden. En hier op aarde bewust vanuit onze geest die verbinding met God te zoeken. Heel veel mensen die een godservaring hebben gehad, die hebben er niet eens naar gezocht. Je gaat niet zoeken naar een bijna doodervaring. Je gaat niet zoeken. Als je daar al naar gaat zoeken, dan naar een godservaring, dan is het vaak occult. Dan ga je drugs gebruiken of rituelen ondergaan. En dan kom je vaak bij de verkeerde kant van de godservaring terecht. De spirituele ervaring in het rijk van de duisternis. En dat is gevaarlijk. Maar er bestaat ook iets als een godservaring die heel puur is, die heel zuiver is, die ons vanuit God wordt geschonken. En mensen die niet op,
naar God hebben gezocht, niet gelovig waren van tevoren en die je godservaring hebben gehad, hè, die weten gewoon God bestaat. Maar als je dan terugkeert in je lijf, je keert terug in de ellende, je gaat ervaren dat je die verbinding bent kwijtgeraakt, dan kan het soms intens moeilijk zijn en pijnlijk zijn, omdat je niet weet, hoe kan ik die verbinding met God weer maken? En het is mogelijk. Het is mogelijk, want God heeft de Heilige Geest gezonden om hier op aarde vanuit die liefdesverbinding met God te leven. Ook al is het niet op de wijze zoals je in die godservaring hebt beleefd, je mag een diepe hemelse goddelijke vrede in je hart blijvend ervaren door de Heilige Geest. En dat is wat Jezus jou wil schenken. Ook als je een godservaring hebt gehad, je kunt weer opnieuw een hele diepe ervaring beleven met God vanuit je geloof. En daar wil ik je iets over delen, want ik kan je daarbij helpen. Ik wil je daarbij helpen. En ik hoop dat deze video jou een beetje gaat helpen. Als je zegt, nou, ik wil gewoon eens mijn verhaal kwijt. Ik wil verder geholpen worden. Dan kun je ook bij mij afspreken. En dan kunnen via consulten kan ik jou helpen om in een diepere verbinding met Gods liefde te komen. Omdat ik geloof dat een heleboel pijnlijke heimwee die in ons hart wordt ervaren, die heeft ook te maken met een verkeerd godsbeeld, een verkeerd zelfbeeld. En een verkeerd, een verkeerd verwachtingspatroon. Want hier op aarde is het niet de bedoeling dat je continu in die roze wolk loopt. Het is ook belangrijk om dat te leren los te laten. Toen ik in een bepaalde periode in mijn leven zat en zo intens naar die diepe aanraking van God ervaarde, omdat ik het eerder heb ervaren, maar het was kwijtgeraakt, dan kon ik gewoon heel jaloers zijn op mensen die zo helemaal opgingen in aanbidding of helemaal opgingen in de liefde van God en ervan getuigden en werden aangeraakt door God. En ik liet ook voor me bidden en er gebeurde niks. Ik voelde niks en ik zag gewoon in anderen van dat ze het wel ervoeren. En ik heb daar jarenlang mee geworsteld en gezocht van hoe kan ik nou een diepe liefde ervaren en waarvan ik een glimp heb meegemaakt in mijn leven. En voor mij is het een, ik geloof dat, hè, dat God het in een moment kan geven, dat door een aanraking, door een zegening en zalving, een hele diepe ervaring kunt ontvangen. En misschien heb je het ook al ervaren tijdens bijeenkomst of als je de handen wordt opgelegd. En toch, dat is tijdelijk. He, en God wil niet dat we van de ene ervaring naar de andere ervaring gaan leven. Maar het geheim zit hem in het opbouwen van een duurzame, innerlijke liefdesrelatie met God. Zodat je niet continu op je roze wolk hoeft te leven, maar ook niet van de ene naar de andere godservaring hoeft te gaan, maar dat je een stabiliteit ontwikkelt, wat innerlijke rust en vrede geeft, wel vanuit af en toe wel eens pieken mogen komen, dat je eventjes een hemelse ervaring hebt en dan mag je weer landen in die diepe vrede. Terwijl nu vaak is mensen ervaringen, een piekervaring, en daarna is het een hele diepe dal, omdat ze geen basis hebben. Nou, het gaat om die basis. En die basis, die wil Jezus jou geven. En dat gaat ontstaan, dat is vaak een proces van groeien in intimiteit met God. Vanuit op een dagelijkse basis mag je stapje voor stapje gaan leren om in een liefdesverbinding met God te leven, vanuit een innerlijke relatie, vanuit je hart met Gods liefde. En dat ontstaat door een beter beeld te krijgen door wie God is, door hem te leren omarmen in jouw leven, door te geloven dat God een God van liefde is, dat hij niet een God van ver af is, dat je niet op een gevoelservaring hoeft te wachten, want dat is een groot misverstand, hè, dat je wat je eens hebt ervaren, dat je die ervaring weer wilt beleven, terwijl die ervaring wellicht helemaal nooit meer terugkomt in jouw leven. Maar dat is ook niet zo'n punt, want God wil je op een andere manier tot jou komen, die veel stabieler is, waar je veel meer op aan hebt, waar je op kunt bouwen. En dat is namelijk vanuit het geloof. Want geloof is niet een gevoel. En geloof is niet een ratio. Geloof is iets wat je vanuit jouw geest omarmt. En iets wat jou ook in dalen in jouw leven, waarin jij het niet ervaart, waarin dingen tegen zitten, toch vanuit het geloof de liefde en de vrede van God kunt ervaren. En dan bedoel ik niet een gevoelservaring per se, maar een ervaring die dieper gaat dan een emotionele ervaring. Want er bestaat een vrede, er bestaat een blijdschap, een vreugde die dieper gaat dan de emotie zelf.
De emotie zelf is heel vluchtig. Hè? Die kan even opkomen, die kan daarna weer weg zijn. Als je iedere keer weer zoekt naar die liefelijke ervaring, dan krijg je nooit stabiliteit in je leven. Want gevoelens die gaan heen en weer. En dat is ook de bedoeling van gevoelens. Dat mag er ook helemaal zijn. Want dat is niet iets waar je op moet bouwen. Waar je wel op kunt bouwen, is op je geloof. Op je geloof in God. En dat gebeurt vanuit de geest. Want Jezus is gekomen om ons in een blijvende, diepe verbinding met God te brengen. En een godservaring is eigenlijk een dat God jou wakker maakt, dat hij jou een vertroosting geeft, een bemoediging geeft, hè, dat het leven ergens over gaat, hè, dat hij er voor jou is. En eigenlijk eventjes op je schouder klikt, tikt van, maar ik ben er wel. Ook al is het zo wanhopig in jouw leven, ik ben er wel. Daar mag je houvast aan beleven. Dat je zegt, Heer, ik ga naar u op zoek. Want mensen met een bijna doodervaring die terugkomen in het leven, die te horen krijgen dat hun tijd nog niet is. Die komen weer in hun lijf, die komen weer in de ellende, die komen weer in de puinhoop in het leven. En dan hebben ze zich, ja, maar wat, hoe kan ik deze God vinden die mij heeft ontmoet? En dat kan. Jezus die wijst de weg. Jezus, ik ben de weg. Laat mij jou leiden in jouw leven. Laat mij jou weer terug in verbinding brengen naar die God waar jij zo naar verlangt. En dan ga je hier op aarde ook alle maten van die tegenwoordigheid van Gods liefde ervaren waar je zo naar verlangt. Waar je misschien als kind het hebt ervaren, of wat je misschien tijdens je bekeringsmoment hebt ervaren, of in een andere bijzondere godsmoment, godservaring hebt ervaren, misschien wel bij een bovennatuurlijke ervaring, een bijna doodervaring, of een eenheidservaring in de natuur, je weet dat er meer is, maar je weet niet goed hoe je daar moet komen. En Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En kom tot mij. En ik ga jou brengen op de plek waar je zo naar verlangt. Ik ga jou brengen. Sorry, ik neem even een slokje. Ik ga jou brengen naar een geestelijk thuis waar je ziel tot rust kan komen. Want Jezus zegt ook, kom tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En dat is een ander soort rust dan die hemelse ervaring die je hebt gehad. Maar die hemelse ervaring kun je niet vasthouden. Maar die rust die Jezus geeft, die kun je wel vasthouden. Dat is een blijvende rust, dat is een blijvende vrede in jouw ziel. Dat is een weten dat je geliefd bent. Dat is een heel diep weten en geloven dat ondanks de omstandigheden, dat God van je houdt, dat zijn liefde jou omringt. Ook al voel je het niet lijfelijk, vanuit het geloof, geeft dat innerlijke rust en vrede. Dat je weet dat je fouten vergeven zijn. Dat je weet dat God voor jou zorgt. Dat je weet dat zijn liefde jou draagt. En dat je weet dat Gods geest in jou woont. En ik gun je zo dat je weer terug mag komen in die liefdevolle verbinding met God. Dat jij die Godservaring die je hebt beleefd, dat je dat een plek kunt geven. Dat je niet per se dat weer wilt ervaren. Maar dat je dat gewoon een plek mag geven. Oké, dat is een geschenk geweest. Dat bewaar ik als een parel. Die herinnering die mag je gewoon bewaren. Maar je moet je niet helemaal aan vastklampen dat het is. Want dan vergeet je te leven. En God zegt, nee, dat is een parel. Die mag je herinnering vasthouden. Dus een bemoediging. Maar ik wil dat je nu leeft. Ik wil dat je nu, in het nu leert die liefde van God uit te pakken, de liefde van God te leven, de liefde van God aan anderen te geven, de liefde van God te leren ontvangen. Dat is jouw leerproces. Dat je niet in het verleden blijft vasthouden aan die godservaringen die je hebt gehad, maar dat je die ontmoeting in je hier en nu gaat plaatsen. Ik weet dat het er is en nu ga ik stapje voor stapje vanuit die liefde leven. Heer, ik kan het niet alleen. Wilt u mij vullen met uw geest? En ik kies voor het pad van liefde. Omarm de liefde die je toen hebt ervaren. En maak een bekeringskeus om dat pad ook te bewandelen. Want die godservaring is jou niet voor niks gegeven. En misschien heb je daarna wel allerlei dingen gedaan die God heeft verboden. Dat je ook ergens schuldig voelt. En God zegt, ik vergeef je. Ik vergeef je keer op keer, maar kom alsjeblieft weer bij mij. Want ik wil jou trekken in mijn liefde. En ik wil jou blijvend in mijn armen hebben. Ik wil dat jij
bij me komt, verlang zo naar je. Want jij bent mijn geliefd kind. En je mag weer opnieuw die diepe verbinding met Gods liefde ervaren waar je zo naar verlangt. Het zal wellicht niet zijn als die Godservaring, maar het is veel stabieler, mag het worden. Want God zegt, ik ben er voor je. En dat ene moment, het heilige moment, dat is een geschenk geweest. Dat is een heenwijzing geweest waarin ik heb laten zien dat ik er voor je ben. Maar het gaat niet om die ervaring. Het gaat erom dat jij je leven met mij gaat oppakken, zegt Jezus. En dat ik voor jou en voor jou uit mag gaan. Dat ik jou de weg mag wijzen. Dat jij mij in mijn voetsporen mag gaan. En je hoeft niet alleen te gaan. Ik ga jou kracht geven. Maar vertrouw op mij. Keer de verkeerde dingen in jouw leven de rug toe. Reken ermee af. En met dingen die jou schade doen in jouw leven. Naar geest, ziel en lichaam. En keer tot Jezus. En dan zal hij jou opnieuw vullen, blijvend met zijn vrede. Want dat is waarom je die ervaring hebt gehad. Niet om het te parkeren, niet om daar iedere keer weer naar terug te kijken in het verleden. Nee, om er juist iets mee te doen. Dat je zegt van, ja, maar God bestaat. Die liefde is werkelijk. En ook al kan ik niet die ervaring beleven op dit moment, ik omarm die liefde in geloof. En ik ga er vanuit leven, vanuit geloofsvertrouwen dat God met mij is. En op het moment dat je gaat stappen en die keuze gaat maken om te kiezen voor liefde, ook al is het moeilijk. Hè, want voor liefde kiezen als je op de roze wolk zit, dat is niet zo moeilijk. Maar Jezus heeft de liefde ook geleerd door middel van gehoorzaamheid. Hè, als jij het leven omarmt, hoe moeilijk het ook is, zeg van Heer, het leven is moeilijk. Maar ik kies op dit moment voor het licht. Ik kies, ook al voel ik het niet, ook al ervaar ik het niet, ik kies voor de pad van de liefde. Ik kies voor vergeving. Ik kies om u te volgen, Jezus. Op het moment dat je dat kiest, ondanks dat de situatie nog misschien heel moeilijk is in jouw leven, ondanks dat je misschien in een lijf zit, vol met beperkingen, en dat je nog allemaal waarom-vragen hebt, en dat de situatie in jouw leven gewoon heel moeilijk is, dat je zegt, maar ik verlang zo naar u. Maar God is er. God redt je niet altijd uit. En God zegt, mag ik erin komen? Mag ik in jouw ellende komen? Dat we samen hier doorheen gaan en samen tot overwinning komen. Dus ga niet zoeken naar die Godservaring. Ga God ontvangen in de ellende waar je nu zit. En ga kiezen voor het pad van de liefde. En op het moment dat jij het pad van de liefde gaat kiezen, dus niet meer in het verleden gaan zoeken van ik wil dat weer ervaren in mijn leven, zeg van ik ga in het hier en nu kies ik voor het pad van de liefde. En op het moment dat jij het pad van de liefde gaat bewandelen, dan kies je inwendig voor God. En dan ga je God weer opnieuw ontmoeten. Maar nu op een veel diepere manier, omdat het vanuit het bewustzijn gebeurt. Want de Godservaring is niet vanuit het bewustzijn. Dat overkomt je. Maar nu kun je vanuit liefdeskeuzes maken. En omdat je vanuit een wilsbesluit het pad van Jezus gaat kiezen, ga je nu op een stabiele wijze de verbinding met God aan vanuit een eigen wilsbesluit. En dat is waar God naar verlangt. En Godservaring wordt je geschonken. Maar de beantwoording van die Godservaring, dat is waar jij voor kiest. Jij kiest voor het pad van de liefde. En als je dat al niet hebt gedaan, of als je weer hebt laten afleiden door allerlei wereldse dingen, daar waar je misschien als kind gewoon heel intens met Jezus hebt gewandeld, en je hebt allemaal keuzes gemaakt in je leven die je van God hebben verdreven, keer weer terug. Jij bent in staat vanuit jouw wil op dit moment een keuze te maken, zeg van Heer, ik blijf niet wachten tot de een of andere ervaring mij overkomt, maar ik besef nu dat ik de keuze moet maken nu. De ervaring heb ik als een geschenk gekregen. Jij moet nu de keuze maken die ervaring te beantwoorden vanuit jouw vrije wil, te kiezen het pad van liefde te bewandelen, te kiezen om Jezus te volgen in jouw leven. En ik wil graag voor jou bidden. En verwacht niet dat God weer opnieuw met de Godservaring komt. Ga die liefde beantwoorden. Zeg van, Heer, ik laat al mijn waarom vragen aan de kant. Ik kies ervoor om die liefde te beantwoorden in het hier en nu. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik ga het pad van liefde bewandelen. Ik ga vergeven. Ik ga stappen zetten in liefde. En daarin ga je God ontmoeten. Daarin gaat Jezus jou de hand beetpakken en gaat voor jou uit. En dan ga je weer die diepe vrede en nabijheid van Jezus ervaren. Want jij bent nu volwassen geworden. Jij bent gegroeid. God verwacht nu van jou dat jij gaat opstaan en dat jij keuzes gaat maken vanuit jouw wil, vanuit je bewustzijn. En van daaruit gaat het licht doorbreken in jouw leven en ga je de vrede en de liefde van God ervaren. En dat kan een geweldige moment zijn, maar vaak is het ook een proces van de uitgangsstappen. In mijn leven is het een proces geweest, maar het heeft me gebracht op een plek waarin ik de intimiteit met God mag beleven. Vanuit een hersteld
God speelt en herstelt het beeld van wie ik ben. Niet langer meer zoeken naar ervaringen of Gods ervaringen. Maar gewoon het beantwoorden van de liefde vanuit mijn vrije wil, vanuit mijn keuze, vanuit mijn Robert zijn. En dat is precies waar God naar verlangt. Want God verlangt naar relatie. En God verlangt niet naar om jou een godservaring, beleving alleen maar te geven. Nee, God verlangt naar een bewuste keuze uit liefde. En een relatie ontstaat waar twee mensen voor elkaar kiezen. En God heeft al voor jou gekozen. En nou vraagt God van jou, wil je ook voor mij kiezen? Vanuit je bewustzijn, vanuit je wil. En dan ontstaat er iets bijzonder moois wat stabiel is. Want wat je vanuit een eigen wil kiest en met een diep wilsbesluit, dat is stabiel. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, dat u tot ons spreekt, Heer. En dat u ons de liefde van de Vader heeft geopenbaard. Heer, en als we misschien een bijzondere ervaring hebben gehad in ons leven, bijzondere godservaringen, bijzondere ervaringen van uw nabijheid, misschien wel een bijna doodervaring. Heer, dan zijn het uitingen geweest van uw liefde. Heer, met als doel, Heer, dat wij die liefde gaan beantwoorden. Heer, en ik bid, Heer, dat als er mensen zijn die zo intens, misschien wel zelfs pijnlijk naar uw liefde verlangen. Heer, dat die nu worden aangeraakt door uw liefde. Heer, dat er een bewustzijn komt. Heer, dat er een openbaring komt. Dat mensen gaan beseffen van, ik hoef niet langer meer te wachten. Maar ik mag nu gaan die liefde van God gaan beantwoorden die ik ooit in mijn leven heb ervaren. Ik hoef nergens meer op te wachten. Ik mag die liefde nu gaan beantwoorden. En op het moment dat jij de liefde gaat beantwoorden naar God toe, op dat moment gaat God je tegemoet komen. En ga je die gemeenschap met God ervaren, want God is liefde. En op het moment dat jij vanuit jouw wilsbesluit, en we noemen dat bekering of wedergeboorte, als jij een wilsbesluit pakt, ondanks hoe de situatie ook is in jouw leven, als je zegt, hoe dan ook, ik kies voor het pad van de liefde. Op dat moment komt de kracht van God over je. Op dat moment ga je gemeenschap met Jezus ervaren. En op dat moment ga je een diepere liefde van God en voor God ervaren dan dat je ooit hebt ervaren in jouw leven. Maar kies voor het pad van de liefde. En het kan een geweldig mooi moment zijn, het kan een proces zijn, maar ik weet zeker, als jij dit pad gaat lopen, dan zul je God gaan ervaren op een wijze als je dat nog nooit eerder hebt ervaren. En daarin zegen ik jou in de naam van Jezus Christus. Want Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is voor jou aan het kruis gestorven. Het heeft ook een geweldig offer gekost. En als jij die liefde beantwoordt, dan gaat er een gemeenschap ontstaan die zo diep gaat, die veel dieper gaat dan een gevoelservaring. En dat gun ik je zo en daar verlangt Jezus naar en het is er voor je op dit moment. En ik zeg iedereen in de naam van Jezus Christus. Amen. Ben je geraakt door deze video en voel je van wauw, ik heb gewoon toch behoefte om met iemand over te praten, want vaak is het ook een punt dat godservaringen, dat kun je vaak heel moeilijk delen met mensen, omdat mensen jou niet begrijpen of ze zeggen dat het verkeerd is of occult is. Heb je behoefte om met iemand over te praten, iemand die je begrijpt, die je helpt om weer terug in verbinding met God te komen, kom je er alleen niet zo goed uit. Voel je vrij om contact met me op te nemen en dan kan ik je wellicht daarbij helpen. God zegen en wellicht tot ziens.